Goedemorgen, we staan vandaag in Den Haag op een politiek ontbijt dat gaat over vrijwilligerswerk. Er zijn hier 40 specialisten binnen die we wat vragen gaan stellen, want het is Nationale Vrijwilligersdag. Vandaag is Nationale Vrijwilligersdag en we zijn hier met allerlei vrijwilligersorganisaties en heel veel mensen uit de Tweede Kamer samen om samen te praten over wat we nodig hebben om in de toekomst nog meer te kunnen doen. Ik sta hier naast Kamerlid van GroenLinks, Nevin, en we gaan je vragen stellen. Hoe zou u het liefst vrijwilligerswerk in Nederland over 10 jaar zien? Ik zou graag zien dat er meer erkenning, waardering en herkenning voor vrijwilligerswerk komt. Wat ik heel graag zou willen is dat kinderen op school al in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Dat ze in burgerschap bijvoorbeeld, wat je nu krijgt op school, dat daar een onderdeel stage zit en dat ze zelf kunnen kiezen bij wat voor organisatie. Of dat nou natuurmonumenten is, of dat een sportvereniging is, of dat ze op de basisschool gaan voorlezen. Dus wat is er nou zo belangrijk aan dat zij dan contact hebben met elkaar? Nou, wat je ziet is dat we als vrijwilligers heel veel dingen doen in de samenleving. Hè, op scholen, met sport, binnen het jeugdwerk, in de zorg. Maar heel veel dingen waar we tegenaan lopen als vrijwilligers, daar is de Tweede Kamer of de gemeenteraad verantwoordelijk voor. En daarom is het goed om hen te laten weten wat wij nodig hebben, waar we tegenaan lopen, maar ook wat we kunnen betekenen. Vandaag is Nationale Vrijwilligersdag. Als vereniging NOV zijn we heel erg trots op wat jullie als vrijwilligers allemaal doen in Nederland. En ik wil vooral zeggen, ga ermee door. Haal er je energie uit, zodat we samen een nog mooiere samenleving kunnen maken. Vrijwilligers zijn helden. Hartelijk dank voor al jullie inzet. Nou, ik ben ontzettend trots op jullie. Ik kom elke week bij heel veel sportverenigingen in huis. En grote wedstrijden bezoek ik waar ik zie dat er zoveel vrijwilligers keihard bezig zijn om te zorgen dat alles goed loopt, dat alles op tijd loopt en dat wij als toeschouwers kunnen genieten van prachtige wedstrijden. En dat vind ik ontzettend mooi dat jullie dat doen, zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan. Jullie zijn fantastisch bezig en ga vooral zo door. Wij hebben alweer het ontbijt achter onze rug en het was een hele interessante dag. Ja, we hebben superveel gepraat met Kamerleden en andere vrijwilligersorganisaties en misschien moeten we zelf dan ook maar vrijwilligerswerk gaan doen. Doei, dankjewel voor het kijken!